Welk nummer doet mij denken aan mijn kindertijd? Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Die vond ik keihard. Tupac, Changes. Come on, come on, that's just the way it is. Still Dre. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Dom, Lomp en Famous van Dio en The Opposite. Wie ben ik? Ik ben de shit van al die rappers hier. En al die chicks willen chillen met de kip, maar de kip die is te ver van hier. Die vond ik echt kei en keihard. En nog steeds als die opgaat, ja, dan ga ik los. Welk nummer zet ik op tijdens de training? Moet ik heel even mijn telefoon erbij pakken. Daar zijn er meerdere van. Ik heb je van Jiggy J en Pete Philly. Dus ik zeg terug, ik heb je rap zoals je dat ook voor mij deed. Ik heb Boyo. Wil die cijfers zien, ik wil die cijfers zien. All the way up. Kick the bitch out the room and gave her no breakfast. Lotgenoot van winnen. Marvin, Kenny, ik heb je. Ik vind Energie van Ronnie Flex ook heel vet. De Leven van Sef. Dit is de leven. Soms is het een gevoel van ik wil heel hard gaan en dan doe ik alle weet je, wat langzamere nummers eruit gooien. Ja, het is net aan de mood, maar dat is een beetje wat ik luister. Met welke Nederlandse artiest of YouTuber zou ik wel eens een beschuitje willen eten? Ik vind Gwen van Poorten heel leuk en gezellig. Ik vind Teske de Schepper een mooie vrouw. Victoria Kobelenko. Maar ik zou ook wel een keer met Femke Louise een beschuitje willen eten. Lijkt me hartstikke tof om met haar te chillen. Van welk nummer word ik emotioneel? Moet ik weer heel even mijn telefoon kijken. Ik ben zo'n jongen die dan van die lijsten heeft van hoe die zich voelt. En dat zet ik dan op. Horse with no name, America. You see, I've been through the desert on a horse with no name. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Barry White. Even miracles. En soms komt er dan een tranentrekker op. Ga ik in bed liggen, feutushouding, en dan ga ik slapen. Nee, ik heb niet echt een nummer waarbij ik instant moet janken. Maar als je bijvoorbeeld Bambi opzet, dan zou ik wel instant moeten janken. Wie of wat vind ik overschat? Nou, er is nooit een wie, want ik vind dat iedereen zijn eigen ding moet doen. Maar wat vind ik overschat? Quinoa vind ik overschat, bullshit. Doe ik niet aan. Nee, en bier. Wow, ik vind bier ook overschat. Soms is lekker, maar ik heb nog nooit gedacht, oeh, lekker, ik heb nu zin in een biertje. Welk nummer ik zou willen horen op mijn bruiloft? Ja, dat is er maar één. Dat is een klassieker, wordt op veel bruiloften gedraaid. Ik denk dat mijn ouders die ook graag zouden willen horen. Mijn ooms en tantes kunnen er ook lekker op dansen. Dus dat wordt Traag van Busy en Kraantje Papi. Traag. Dan gaat het los, kan ik je vertellen. En mijn nichtjes, daar wil je bij zijn. Hoeveel zal je zoete laag?